Hey, hallo allemaal en welkom bij Hotline Miami. Chapter 11 zit er al. We willen hem graag doen met intro. Het is 8 juni, het is 1989. Nog altijd. Is hem. Kind of a face asshole. Geweldig. Jouw telefoon. This is Jim from the office. Just wanted to remind you that the report is due tomorrow morning. Have it on my desk by 8. 312 SEST. Is the address, in case you forgot. Click, 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 click. What the fuck? Al die klikjes? Ik snap het niet meer. Het maakt ook niet uit. Ik heb een hele mooie lamp op mijn scherm staan momenteel, want dat moet gewoon. Het is gewoon makkelijker om alles te volgen. Aangezien dit spel niet op fullscreen gaat bij mij. Ik kan het wel op fullscreen zetten, heb ik er geen zin in. Ik wil de Fast and Furious van Tony hebben. Fuck sake, dit is echt gewoon direct. Shit. Fern! Hij leefde nog. Waarom sloeg dit? Shit, oké. Oké. Nu is allemaal weg. Mijn best. De fuck op mijn gun. Fuck. Niet de vorige sessie, maar de sessie daarvoor ging zo fucking goed. Waarom? Natuurlijk. Raak ik hem niet. Auw. Stage clear, oké. Okay. Handpistool nog ergens. Hebben jullie een handpistool bij jullie? Nou ja, een shot. Ik wil geen shotgun. Oké. Okay. Ah, weet je wat? Screw it. Ik pak gewoon dit. Ik durf geen gun te gebruiken.
het is dat je moet direct paint pakt. Waarom? Goed, en je gewoon. Ik zal even naar me toe lokken. Wil je dat niet? Oké. Maar ik wel. Hier is gewoon een pistooltje. Fuck! Dit spel is echt unforgiving soms. Kan ik even je handpistool hebben? Oh, kut, dat glas natuurlijk. Fuck, ik haat dat glas echt. Zo enorm. Daarom dus. Waarom gooi ik dat helemaal daar naartoe? Dat ging goed. Fijn! Nou. Okay.
Holy shit. Terug naar de auto? Nope. Oh shit. Okay. Was natuurlijk. Omdat jouw gun onder de tafel geschoven is, pak je waarschijnlijk. Niets op. Oké, maar best. Pak je het verkeerde wapen op en kom je deze kant. Juist. Fuck. Dit is echt een hel soms, hoor, dit spel. Wow.